Hi, ik ben Laura Roling. Ik werk bij de Nationale Opera, normaal gesproken achter de schermen als redacteur. Maar nu ben ik eens voor mijn webcam gekropen. En niet zomaar, maar voor Puccini's ultieme melodrama Tosca. Ik ga dat niet in mijn eentje doen. Ik ga namelijk zo skypen met Hein van Ekert, presentator van het Radio 4-programma Opera Live. En ook een graag geziene inleider bij de Nationale Opera. Hey, Tosca. Tosca. Tosca, juist. Wat, als ik zeg Tosca, wat zeg jij? Een van de eerste operaplaten die ik ooit gekocht heb, sowieso. Dat zeg ik bij Tosca. Ik zeg een opera die eigenlijk altijd wel boeit op een of andere manier. Ik weet het niet. Zelfs als je een uitvoering hebt waarbij je denkt van ik vind die zanger niet zo leuk of die niet zo fijn, hij werkt gewoon. Tosca. Dat is heel knap van Puccini. Deze opera werkt. En komt dat ook door het mega vette melodrama dat erin zit? Ja, natuurlijk. Want het punt is, als je opera-fan bent en je ziet een operazangeres die een operazangeres speelt, die door werkelijk alle vormen van kwelling en ongeluk gaat, ja, dat is natuurlijk de ultieme opera-ervaring, denk ik. En wat is het bloedstollendste moment voor jou in die opera? Oh, het bloedstollendste moment. Eigenlijk niet de moord, maar vlak daarvoor, op het moment dat je echt doorkrijgt dat het enige wat Scarpia, Baron Scarpia, de slechterik wil, is naar bed met Tosca, zal ik maar zeggen. En als dat goed geregisseerd wordt, en dat is in deze productie zeker het geval, is dat het akeligste moment. En als je dan ziet hoe zij dat mes ziet liggen, waarmee ze hem uiteindelijk vermoordt, en dat ook gaat doen, dan begrijp je dat eigenlijk. En dat is heel eng. Dat je ziet dat een man zo vreselijk eng en naar kan zijn tegen een vrouw, dat die vrouw denkt, en dit is nou het enige wat ik nog kan doen. Want Tosca is heel religieus. Tosca weet uitstekend wat ze verkeerd doet op het moment dat ze het mes ziet liggen. En toch moet ze. Wat drijft Scarpia? Wordt Scarpia wel voldoende uitgediept of is hij gewoon de Scarpia baas? is natuurlijk. Ja, Scarpia is natuurlijk van zichzelf al een baron. Dus gewend aan een hogere positie in de maatschappij. En ik denk wat hem drijft is het gevoel van macht hebben over andere mensen. Alweer kun je naar de productie verwijzen. Bryn Terfel is natuurlijk een grote man. Dus die torent al meters uit. Niet helemaal meters, maar zo lijkt het boven zijn Tosca, Catherine Malfitano. Hij torent uit boven de koster in de kerk. En zodra hij niet boven iemand uittorent, boven zijn eigen rechterhand, Spoletta, John Graham Hall, die volgens mij 1 meter 94, 95 is. Dan pakt hij zijn zweep en slaat hij hem tegen de knieën, waardoor hij op zijn knieën gaat. Scarpia die krijgt een kick van, of die heeft het nodig om op die hogere positie te staan. En wat is nou hoger dan een operazangeres tegen wie je altijd op moet kijken, want je zit in de zaal of misschien in de loge en dan kijk je naar beneden, maar je bewondert haar om die op de knieën te krijgen. En dat gevoel van ik ben pas een mens als ik die macht heb, dat is eigenlijk gek genoeg heel menselijk, hoe naar het ook is. Het is een hele menselijke trek die we in mannen en ook in vrouwen tegenkomen in ons leven. En de muziek, hoe zou je die karakteriseren? Want we knallen er meteen in. Ik Ja, bedoel, het is een zachte natuurlijk. ouverture is het niet. Nee, je krijgt natuurlijk aan het begin de akkoorden die je associeert met Scarpia, die je weer hoort als Scarpia opkomt. Dus wat Puccini doet, is een beetje wat Richard Strauss ook doet in Vrouw ohne Schatten bijvoorbeeld. Hè, of in Elektra, in Elektra hoor je Agamemnon aan het begin. In Vrouw ohne Schatten hoor je Kaikobad, de geestenkoning in de muziek. Hier hoor je Scarpia. Dus je bent je meteen bewust van zijn macht. En dan krijg je natuurlijk daarna aan de ene kant heerlijke melodieën, die je bijna gewoon lekker mee kunt zingen, of die je echt voelt, de aria's. En tegelijkertijd kijkt, en dat hoor je in de uitvoering van Chailly met het Concertgebouworkest zo mooi, kijkt ook de 20e eeuw langzaam maar zeker naar binnen. En dat geeft een heel mooi gevaarlijke edge aan de muziek, vind ik.
En de productie, wat is de signatuur van de regisseur Nicolaas Lenoff? En wat pakt hij, hoe tackelt hij Tosca? Wat ik vaak in zijn regie zie, is dat hij niet zo geïnteresseerd is natuurlijk in een hele naturalistische setting van waar je bent. Dus je krijgt geen nagebouwd Rome. Hè. Dat zou kunnen, want alle locaties zijn bestaande locaties. Dus in feite zou je kunnen zeggen, ik ga kijken hoe het daaruit ziet. Dat zet ik nou op het toneel. En we kennen ook producties waar dat natuurlijk gebeurt. En er is ook een Tosca geweest waar ze het op die plekken hebben gespeeld. Meer dan één zelfs. Maar hij... is denk ik, hij focust op de personages en hij gebruikt het decor eigenlijk om ook een statement te maken dat het altijd bij hem eigenlijk over mensen gaat, vind ik, die in een maatschappij zitten die verandert of in een situatie die verandert waar ze geen greep op hebben. We hebben natuurlijk Parsifal gezien bij de streamings, zijn Parsifal, zijn Graalburcht, daar ligt bijvoorbeeld liggen rails van een trein die stoppen. He, alsof van er is iets gestopt en je kunt niet verder. En hier zie je in de eerste acte de suggestie van een kerk door een hele hoop pilaren. Je ziet het beroemde schilderij van Maria Magdalena, waar de schilder Cavaradossi aan het werk is. Dat is heel belangrijk in het verhaal, dus dat is heel groot. Je ziet ergens nog, wat je ook in Italiaanse kerken wel ziet, een heel wereldlijke afbeelding van Saters. Want Tosca gaat natuurlijk ook over de botsing tussen die religieuze gevoelens van Tosca en de seksuele gevoelens en de lust en de spanning. Maar Scarpia zelf heeft een enorme schroef in zijn kasteel bijvoorbeeld. Hè? Iets heel 20e eeuws. Aan één kant van zijn vertrek zit een soort, ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het een boot zou kunnen aandrijven, maar het lijkt een hele grote waaier te zijn. Je zou er door naar buiten kunnen, maar je zou vermalen worden. Of als het ding helemaal zou gaan draaien, zou je erin gezogen worden. Dus dat is Lenoff voegt dingen toe die iets vertellen over de personages. Dus dit is iets. Een teken van Scarpia's macht. Iedereen wordt door hem aangezogen in feite en kan niet aan hem ontsnappen, want in het derde bedrijf, als Scarpia er zelf niet meer is, zien we die grote schroef nog steeds boven het toneel en de schaduw werpt die op de personages. Dus Scarpia is weg, maar de personages zullen ten onder gaan aan Scarpia. En dat zie je dus omdat Lenoff dat soort signalen inbouwt in het decor in feite. En dan is hij heel erg geïnteresseerd, dat merk je. In dat die botsing tussen lust en misschien wel de religie. Hè? Want Scarpia is een hele fysieke man in deze productie. Hij trekt ook zijn jasje uit en heeft blote armen, hè? Grote, sterke Bryn Terfel armen. En heel vaak wordt Scarpia neergezet als een wat oudere man die nog wel denkt, hier is een fijn groen blaadje waar ik achteraan kan. Maar hier staat een reus van een vent waar Tosca eigenlijk niet aan kan ontsnappen. En de zangers, want we hebben hier het roldebuut van Bryn Terfel, die tegenwoordig zo ongeveer de Scarpia is in Tosca's All Over the World. Ja, het is natuurlijk fantastisch om hem hier te zien. Dat was ook destijds een groot aantrekkingspunt dat hij erin zat. En natuurlijk de combinatie van hem en Catherine Malfitano. Ze waren ook samen beroemd als Salome en Johannes de Doper, of Johanna dan natuurlijk, in Salome van Richard Strauss. Waar zij er ook voor zorgde dat hij een kopje kleiner wordt gemaakt, letterlijk. Maar ook daar was het natuurlijk die kleine. Kunstdiva Malfitano tegenover die grote Bryn Terfel. Dus dat is iets, dat is een hele mooie dynamiek die twee samen hebben. Hè? Dus Bryn Terfel maakt zijn debuut als Scarpia. Catherine Malfitano was eigenlijk een oud-gediende van de Nederlandse Opera Stichting nog. Die zong rollen als Eurydice in Orfeo van Gluck. En die zong volgens mij Mimi en ik denk ook Susanna in Le Nozze di Figaro. En die heeft op een gegeven moment haar carrière veranderd, is van zo'n lyrische coloratuurachtige sopraan naar een dramatische sopraan veranderd. Dat wilde ze ook heel graag. Ze wilde andere soort rollen gaan zingen en spelen. En zij is wat je echt een op zijn Duits een kunstdiva noemt. Je vindt haar niet alleen maar zomaar geweldig om haar stem per se, maar om het hele pakket wat je krijgt. De grote Bette Davis ogen, het acteren.
En inderdaad, dus met Winterfell samen die spanning opbouwen tussen die twee karakters. En is er nog iets dat je de mensen wil meegeven? Hoe moet je deze productie... Nou, wat ik dus heel mooi vind, wat je even misschien in het donker niet zo goed ziet, is dat in de tweede acte iedereen komt de trap af om Scarpia's vertrek binnen te gaan. En let op, nadat Tosca de gruwelijke daad heeft gepleegd en normaal probeert weg te komen tijdens een schitterend naspel van Puccini, is ineens de trap verdwenen, waardoor ze niet meer uit het vertrek kan ontsnappen. En daar ga ik even geen spoiler alert aan vastplakken. Dat is, en dat heeft Lenov muzikaal heel mooi opgelost, want er zit iets in de muziek waardoor je ineens denkt, oh, en daar moeten we maar op gaan letten. Dus er is een schitterend orkest in de bak. Je hoort dingen in de partituur die je normaal niet hoort, die door Chailly op een prachtige manier boven worden gebracht. En die zie je eigenlijk heel goed weerspiegeld in wat je op het toneel ziet. Dat maakt deze productie zo bijzonder, denk ik. Geniet van de livestream van Tosca op zondag 19 april om 7 uur op onze website en op ons YouTube-kanaal. En op ons YouTube-kanaal is een live chat waarbij ik het instituut vertegenwoordig en Hein van Ekert ook aanwezig zal zijn. Veel plezier!